Ja mensen, we zijn weer op het water. We gaan het even proberen. Het wordt trollen en we gaan trollen met de grote roach van Sevenskeer. Ik heb hem hier voor jullie klaargelegd. Nou, ik heb het heel simpel gehouden deze keer. Als je de Sevenskeer Line Through Roach koopt, dan zit er altijd een bevestiging bij. En die kan je dan hier in de buik vastmaken. Daaraan kan je dus vervolgens een dreg vastmaken. En dan zit er nog een extra stingerlijntje bij om de... om de achterste dreg vast te maken. Nou, nu heb ik het dus zo gedaan. Ik heb dat, dat opzetstukje wat normaal hierin gaat, heb ik eruit gehaald. Heb ik losgemaakt. En ik heb daar gewoon twee van die spikes. Van BFT spikes. Heb ik daarvoor gebruikt. En die prik ik gewoon in de roach. Vervolgens hangt die dreg hangt er heel mooi onder. En aan de achterzijde hetzelfde. Prik hem in de roach. De dreg hangt er mooi onder. En hier is het dus zo dat op het moment dat je een aanbeet krijgt, kan die nog makkelijker losgaan dan voorheen. Kijk, want hij glijdt hartstikke makkelijk. Dus met een aanbeet schiet hij dus vrijwel meteen los. Dat is een beetje het systeem. Nou ja, ik ga hier even mee trollen. Ik ben erg benieuwd. 420 gram bij 32 centimeter. Dus we gaan het zien. Ik hoop dat ik jullie wat moois kan laten zien. Grote roodje. Kijk mensen, grote roach, mooi snoek. Kijk, dat is het voordeel van die lijnen. Je kan er zo overheen schuiven en hij kan het gewicht niet gebruiken. Kijk, dat is hem dus. Dat is één. Dat is twee. Kijk. Nou, supermooie vis. Gaat weer snel terug. Altijd goed kijken of de borstvinnen weer vanuit zichzelf gaan bewegen.
dan betekent dat hij zichzelf weer kan stabiliseren. En dan kun je hem dus weer loslaten. En daar gaat hij. Dikke vis op de line through roach. We gaan hem nu aan het terugzetten. Nou, zorg ervoor dat je hem goed begeleidt. Vasthoudt tot hij zijn eigen krachten weer terugvindt. En dan kan hij weer terug.